klikken. En dan nu op de andere. Maar nou moet je toch zien, doe Z. Nee, maar nou moet je op deze, doe Z. Op die. Ja, daarop. En nou heeft hij wat gedaan. Nou, nou zijn jullie weer. Nou zijn jullie weer. Wat is, eerst overleggen. Wat is een goede zet? Wat denken jullie? Paard. Welk paard? Die kant. Die andere kant? Nee, ja? Onze koningin daar, want dan slaat hij onze koningin, maar dan slaat hij terug. Ja, maar hij hoeft niet te slaan. Ja, slaan. Ja, gewoon die koningin daar. En dan slaat hij ons misschien en slaan wij terug. Nou, probeer maar. Als hij ons slaat. Probeer het maar. Ja, maar je kan nooit de koning slaan. Nee, die kun je van, oh, hij slaat inderdaad. En hoe sla je nou terug? Met de pion of met het paard? Pion. Waarom zou je met de pion slaan? Oh, dan heb je met geen, de paard. Ja, met de pion heb je geen muurtje meer, toch? Ja. Met de en het paard wil lekker meedoen. Ja. Dus dat is dan verstandiger. Zo moet je kiezen, zo. Hè? Hebben hun ook een paard gezet? Ze hebben een paardje, kan zien. Wat hij net heeft gedaan. Maar wat is nou voor onze slimme zet? Kunnen we iets slaan? Nee. Oh, we staan voor. Volgens mij kunnen we iets slaan. Volgens mij kunnen we iets slaan. Eerst denken, dan doen. We staan voor. Hoe kan dat? Dat kun je hier zien, dat je gelijk staat. Ja. Hé, hey, maar, Mats. Kijk eens even eerst samen. Hoe kunnen we slaan? Hier? Nou, je kan iets slaan als je kijkt. Welk stuk kan er nou iets slaan van zwart? Ja. Die loper. Kan het paard slaan. Paard. En dan als je dat doet. Hij ons terug. Ja, maar dan heeft hij zijn pionnen niet meer zo goed. Nee, dat zijn. Als pionnen naast elkaar staan, kunnen ze elkaar helpen. Kijk, nou heeft hij dat heten. Oh. Ja. Nee, je moet hem eerst aanklikken. Ja. Dan ga je daar, dan klik je daarop. En dan zeg je doe zet. Doe. Nu meteen zet. Kijk, nou staan zijn pionnen dubbel. Heeft hij dubbele pion? En nou kunnen jullie trouwens ook keren, zie je dat? Hoe dan? Oh ja, zo. Ja, hoe dan? Kan jij even rokeren doen, Hiddeke? Nee, ja. Kun je dat rokeren? Ja, Hiddeke kan dat, maar ik doe dat echt nooit. Ja, oh, jij doet het nooit. Dat is gewoon een oud ding. Oké, je klikt. Ja, dat was even niet. Dan moet je misschien nog een keer klikken. Nee, je moet hem eerst goed aanklikken. Oh ja, en nu? Kun je naar het veld klikken waar hij naartoe moet, die koning? Daar? Ja. Doe zet. Doe zet. Nee, Martijn, doe zet. Ja, nou. Oh, nou hebben jullie per ongeluk de toren gezet. Doe maar even zet terug. Dat staat hier. Zet. Want dat was een foutje. Hier, zet terug. Klik hier maar op. Hier? Ja? Hier. Daar. En nog een zet terug. Ja, nu mag je rokeren. Doe je het nog een keer. Klik je op de koning. Doe je dat hier? Klik op de koning. Leg mij maar even doen. Nee, ja, je moet gewoon op de koning. Op de koning klikken. Hier. Wacht even hoor. Je klikt op de koning. Klik. En dan? En nou klik je op het veld waar hij naartoe moet. Ja, daar. En doe zet. Doe zet. Daarboven. Bij dat rode. En nou heb je wel gerokeerd, zie je het? Yes, nu staan we goed. Ja, hey. Om te overleggen. En je leert beter schaken. Ja, maar je moet samen tegen de computer spelen. Dus met elkaar bespreken. Nee, ik heb een goed plan. Even Ja, maar moet je eerst, voordat je het uitvoert, moet je het eerst met Hidde overleggen. Zullen we die daar neerzetten, want dan... Slaan we hem, alleen dan slaat hij, kan hij alleen met de koning slaan. Ja. Zo kan hij ook slaan. Als hij dan met de koning slaat, kan hij volgens mij niet meer blokkeren. Zullen we dat gewoon doen? Ja. Doe zet. Opa net gedaan? Zeg het maar tegen de camera. Wat had opa gedaan? Foutje gemaakt. Ja, foutje gemaakt. En wat had ik dan gedaan? Wat was mijn foutje dan? Nou, jij zei dat hij zwart kon slaan, maar dat kon niet. En waarom kon hij hem niet slaan? Omdat hij gedekt was. Omdat hij gedekt was? En welke was gedekt dan?
Welk stuk van zwart was gedekt? Lopen. Nee, die toren, ja. En die loper die had hem toen gedekt. Ja, hè? Hadden jullie wel gezien en ik niet? Oh, is dat schaak? Ja, is dat schaak. Hoe moet je dat nou opheffen dan? Zo. Oké. Doe zes. Opgelost. Ja.